We hebben hier een situatie waarbij Nikeri mogelijkerwijs drie officiële port of entries zal hebben. Dat zijn de haven hier, om met schepen komen, je gaat met mensen inklaren. Het vliegveld, als Nikeri de ambitie heeft om internationale vluchten te willen accommoderen en er genoeg aanbod is voor internationale, voor de vliegmaatschappijen om te landen, om mensen mee te nemen naar Guyana of naar het Caribisch gebied. Maar ook de mogelijkheid om straks in de naaste toekomst vooruit aan de landbouwproducten te vliegen naar de regio. En de Kanawaima. Dat is een officiële port of entry die er al is. En als we tot het besluit komen dat de backtrack ook een officiële port of entry moet worden, dan moeten we met z'n allen besluiten en dan moeten we kijken. Wat is haalbaar voor de overheid? Wat betekent een officiële port of entry? Betekent dat je daar een vaste balie moet hebben van de immigratieautoriteiten, dus de militaire politie. Een vaste balie moet hebben voor de douane, om het goederenverkeer te checken. LVV. Op elke officiële port of entry heb je delen van de overheid die een verantwoordelijkheid hebben, die daar aanwezig zullen moeten zijn. Consulaire zaken, buitenlandse zaken zouden daar moeten zijn. Want als iemand komt zonder visum, zou je een visum moeten krijgen. Dus dat zou betekenen. En daarnaast komt, omdat we geïnvesteerd hebben in een nieuw border management systeem, dat systeem is aangekocht in Canada en kost ons 2 miljoen euro. Het apparatuur moet gekoeld zijn, moet beveiligd zijn. Je moet datalijnen hebben, want de informatie moet, het moment dat zo'n persoon de grens overkomt en hij met zijn paspoort door de reader gaat, ik denk dat u in het buitenland bent geweest, je ziet hoe het gaat, want het inkeert, de informatie wordt gescand en komt in de databank. Hetzelfde moment met Albina, meneer Seedok is in het. Maar dat heeft de consequentie ook wanneer je dat doet en de organisatie opzet, dat je ook bekend moet maken aan, zeggen van luister, Jana, je weet hier heb ik een officiële port of entry. En dan zou het mogelijk kunnen zijn dat mensen uit Guyana komen naar daar. Maar formeel is de officiële port of entry in Guyana Morrison Creek. Want je kan niet uitstempelen, je kan niet uitstempelen bij de backtrack route. En het gaat erom dat je het vriendelingenverkeer en de interactie tussen Guyana officieel de overheid dat in- en uitstempelen zou moeten kunnen controleren. Desondanks ben ik ook van mening dat vanwege het feit dat in Nikeri veel mensen van Guyanese origine werkzaam zijn en sommigen zijn als gastarbeiders, sommigen vast, sommigen hebben de Surinamse nationaliteit aangenomen, waardoor ze inderdaad nog familiaire banden hebben, ze hebben een deel van hun gezin aan de andere kant, dat we moeten proberen om een modus te vinden dat je die mensen accommodeert. Wat ik daarmee bedoel, dat je die groep niet zou moeten verplichten bij wijze van spreken om met een paspoort het land binnen te komen. Dus we willen die modus bekijken voor de mensen van zowel Surinamse als Guyanese zijde, dat ze met een ID kunnen de oversteek kunnen maken naar de overkant. Echter, wanneer ze richting Paramaribo zullen gaan, zullen ze niet voorbij Burnside kunnen gaan met die ID. Dan zullen ze een paspoort moeten hebben. Dus die regeling willen we maken, speciaal voor Nikeri ID. Dat is één. Dan kom je nu op het feit, is het haalbaar, is het verstandig, is het goed om de backtrack? En dan dat antwoord zullen de diensten die daar verantwoordelijkheid hebben ons moeten geven. En ik kan u zeggen dat in eerste instantie de diensten zeer sceptisch zijn. Douane, immigratie, om verschillende redenen. Om infrastructurele redenen, maar ook management van personeel. Omdat je zegt dat het een officiële port of entry, ga je ze daar plaatsen. Maar officieel verwacht de Guyanese zijde niet dat je daar mensen ontvangt. Omdat tot nu toe de Guyanese zich sceptisch hebben opgesteld. En de wandelgangen zeggen ze wel, ik ga het bekijken. Maar ze hebben geen andere keus. Zij zijn meer dan ons, wij zijn later in CARICOM gekomen. Zij zijn een echte CARICOM-land. En daar hebben ze stringente en serieuze afspraken over de officiële port of entries. Vanwege
de criminaliteit in de kleine Caribische landen, om het zo te zeggen. Hadden ze gewoon extra voorzichtig zijn. We zijn een land in ontwikkeling, goede perspectieven, er is potentie, er komt investment. Maar natuurlijk, deze situatie trekt niet alleen de positieve, maar trekt ook andere negatieve krachten. En binnen de gesprekken en binnen de beleidsmaatregelen op het gebied van veiligheid vindt er day-to-day continu overleg plaats tussen de directeur en de president om het veiligheidsbeleid in het algemeen in heel Suriname te monitoren en in goede banen te leiden. U begrijpt dus dat grenscontrole en grensmanagement onderdeel is van veiligheid. We hebben op kantoor verschillende assessments gemaakt. We zijn al een hele tijd bezig. En meneer Linsker heeft al aangegeven, er zijn verschillende dreigingen in de wereld. Jaren geleden had je koude oorlog toestanden. De koude oorlog bestaat niet meer, want er is geen Oost en West meer. Nu zijn er andere dreigingen die landen bedreigen. Witwaspraktijken, mensensmokkel, mensenhandel, drugshandel, illegale wapenhandel. Noemt u maar op. En het zijn die criminele daden en criminele activiteiten die de nationale veiligheid van die landen, met name de landen in onze regio, kunnen bedreigen. Er is bij ons op kantoor regelmatig contact met al onze buurlanden, Brazilië, Frankrijk, Guyana en ook met de Amerikanen. We hebben regelmatig overleg met de Amerikaanse ambassade om dus mee te helpen monitoren die transnationale criminaliteit. In dat kader hebben we, zoals ik zei, op kantoor een paar assessments gemaakt. We hebben ook inderdaad instructies van de president ontvangen om het hele border management beleid te checken. We hebben binnenkort een compleet gedigitaliseerd, geautomatiseerd border management systeem. Daarmee los je natuurlijk de problemen niet op. Je zal ook fysieke mankracht moeten hebben. Andere collega's op kantoor zijn bezig exercities te plegen zodat binnenkort de kustwacht operationeel kan zijn. De kustwacht zal dan ook hier komen om samen met het border management systeem, met de militairen, met de politie, met de douane en andere actoren, een zo integraal mogelijk grenscontrole en grensmanagement systeem te hebben, ook hier in Nikeri. Vandaar dat die backtrackroute en alles wat daarmee samenhangt ook onze aandacht heeft gehad. De directeur zei al, mensen broodeloos maken, mensen van de een op de andere dag hun economische activiteit ontnemen, dat is totaal niet de bedoeling. Ik denk ook dat het beleid ons zou terugfluiten als we dat zouden doen. Wat we willen doen, is samen met u, dat is de eerste aanzet, gesprekken, assessments, ik weet niet hoe je dat wil noemen, met alle actoren om te kijken hoe we gefaseerd en op welke termijn bepaalde maatregelen toch kunnen doorvoeren bij die backtrackroute. Zij dat het gesloten moet worden, zij dat het via strak regime in andere banen geleid moet worden. Ik weet het niet, dat zullen de gesprekken uitwijzen. Maar de bedoeling is dus dat wij als land Suriname ons steentje gaan bijdragen om die internationale, transnationale puzzel gesloten te krijgen. Dat was het zo in het kort. Ik mag u in dit verband zelf verklappen dat wij de volgende week, woensdag, ten overstaan van de minister van Buitenlandse Zaken en andere actoren, een belangrijke MOU zullen tekenen met de United Nations Organization on Drugs and Crime voor een geavanceerd containercontroleprogramma dat op de nieuwe haven komt, ook om te helpen monitoren goederenverkeer, illegale zaken die zich binnen de haven afspelen. U ziet, we zijn van alle kanten bezig om zo integraal mogelijk de veiligheidssituatie in Suriname aan te pakken. En de berichten, de gesprekken die u de laatste dagen gehoord hebt met betrekking tot die backtrackroute, die moet u in dat kader zien. In het kader van een geïntegreerd plan van aanpak dat we eigenlijk met z'n allen zullen moeten gaan nemen. Met u erbij als actoren die op day-to-day basis hier aanwezig zijn. En ik hoop dat we vruchtbare gesprekken kunnen hebben. Dit is de eerste aanzet. We hebben al een aanzet gehad. Ik ben hier al een week of 4, 6, 5 deze geleden geweest. Toen hebben we met de diensthoofden gesproken. GPK, commandant PGR, ambtenaren douane, commandant nationaal leger. En toen hebben we al in grote lijnen aangegeven waar we naartoe willen.
Dat zijn dus onze law enforcement agencies. U bent van de volksstructuren. Na u komen de stakeholders aan de beurt, boothouders, taxihouders, warunghouders, ik weet niet hoe u ze allemaal noemt. En dan moeten we als Nigeria, als Suriname, toch wel in staat zijn om een verantwoord besluit te nemen hoe we aan de ene kant een stukje bestaanszekerheid voor onze mensen kunnen garanderen, zodanig dat de nationale veiligheid daar niet onder mag lijden. Dus we moeten eigenlijk naar een win-win situatie toe gaan. We willen dat ding reguleren, omdat hier naar voren is gebracht en uitgelegd dat we niet alleen op de wereld zijn. We moeten meegaan met de ontwikkeling, anders raken we achter. Trouwens, ik zou nooit meewerken, politiek gezien, aan dat ding komen en zeggen, hé, stop en wegwezen en geen alternatief. Wat mij zo ergert, dat deze heren dag en nacht ploeteren om een product in elkaar te zetten, zodat wij met z'n allen kunnen lachen. Ik weet niet, ik kan u niet dit document geven, maar ik wil alleen citeren twee regels uit dit document dat door deze deskundige naar de president is gestuurd. Het is een geheim stuk, maar ik mocht het hebben. Om u een indicatie te geven wat zij aan de president schrijven. Thans dienen gesprekken op gang te komen tussen het assessment team en de lokale gemeenschap en zij die sociaal en economisch betrokken zijn bij de activiteiten in de quarantainepolder Bantran. Dat zegt men aan de president. Van belang hierbij is de betrokkenheid van de districtscommissaris, de volksvertegenwoordiging van Nikeri, dat bent u. Dat is geschreven. Maar u begrijpt dat kwaadwilligen, ik heb het zeggen, niet technisch in, ik praat politiek, elk project van deze regering, of het nou een MULO-school is of hiernaar, of een regulatie is, of een onderwijs, of een auto van de DA, terwijl alle districten hebben, dat wij met onze eigen mensen hier moeilijk zitten. Ik heb nog, en ik vind het erg dat een DR bij is, op de hoek, hier, bij die winkel, Harostraat, daar, die winkel van Ishwardat. En iemand maakt, belt me, Amantagmo Libasela en Arkisa, want DR is dat. Onze eigen mensen, gevoed door anderen. Waar ook enkelen die hier nog zitten daar. Maar het gaat niet daarover. Het is uw sociaal recht, uw privérecht te zeggen en te denken wat u hebben wil. Wij gaan u niet kunnen zeggen, doe het niet of niet doen of zijn je doen of ruzie maken. We gaan u ook niet kunnen stoppen. Het enige wat ik u nederig vraag, wanneer u geïnformeerd bent, zoek uw informatie, begeleid proces, waar u kan tekeningen hebt, kan, daarom gaan we met een ieder praten, kon Lucas aan. En uw inbreng gaat mee. Ik heb daarom dit ding gelezen. Ja, uit een brief van de president. Lang voor. Het is niet gisteren gemaakt. Lang voor is een proces. Ik heb u uitgelegd daarom hoe lang we bezig zijn. 15 jaar. Begrijpt u? Misschien wilt u niet meegaan om politiek gewin of onbegrip of geen ontwikkeling of achterraken. Ik vind het jammer. Ik vraag u, ik bedel u, ik verzoek u mee te gaan met die ontwikkeling. Het is niet voor de president of meneer Linsker of meneer de DC of meneer Benschop. Het is mee te doen aan de wereld. Want als ze in het buitenland gaan, daar zijn ik zo makkelijk, prup, dan zitten we daar en zegt, joh, waarom kan het niet in Suriname? En wanneer het komt, dan wordt het getorpedeerd. Ik vraag u alleen, komt u mee? Laten we kijken naar de oplossing. Want gelooft u mij, zonder uw mening
en medewerking gaat dit ding niet door.